Ja, dit zijn dan van die dagelijkse ergernisjes. En dan ga ik dus even met mijn Rabobank bellen. Kijken of ze de telefoon opnemen. Welkom bij de Rabobank. Goedemiddag, Rabobank. U spreekt Eline Kuipers. Ja, goeiedag. Spreek ik Perry uit Arnhem. Perry Winkel uit Arnhem. Ik bel voor hetzelfde probleem. Ja, goeiedag. Ik bel voor hetzelfde probleem als 2 weken geleden. En toen heeft een ING-pinautomaat mijn pasje ingeslikt. Zonder dat ik ook maar 1 pincode kon intoetsen. En daar hebben jullie netjes een nieuwe pas voor gestuurd. Dat is in goede orde ontvangen. Heb ik 2 vragen. De eerste vraag is, kunnen jullie me nog een pas sturen? En de tweede vraag is, kunnen jullie me ook 2 of 3 pasjes tegelijkertijd sturen? Want de ING-automaten die eten het dus op met een frequentie van 1 keer per 2 weken. Dus je pas is weer ingeslikt, begrijp ik? Ja. Oh, dat is wel heel vervelend. Dat lijkt me ook, ja. Want ik was boodschap aan het doen en mijn dochter komt ze dadelijk eten. En hoe moet ik naar de supermarkt? Ja, u valt steeds eventjes weg. De verbinding is niet heel goed. Oké. Maar het probleem is duidelijk, hè? Mijn pas is kwijt, dus ik wil... Mijn pas is weg, dus ik moet ZSM, liefst morgenochtend, een nieuwe. De vorige keer heb ik 3 werkdagen mogen wachten en dat was reuze lastig. Ja, dat snap ik inderdaad. Kan je ook twee pasjes opsturen? Dat als het dan weer een keer gebeurt, dat ik een reservepas heb? Nee, dat is helaas niet mogelijk. Oké. En de laatste vraag. De vorige keer, hè, dus 2 weken terug, toen ik een nieuwe pas kreeg, heb ik daarvoor moeten betalen? Nee, u hoeft nooit te betalen voor een nieuwe pas. Nee, dat scheelt dan weer. Hè? Ietsje minder boos. Dat is gewoon kosteloos. Alleen u geeft wel aan, het is een ING-automaat, dus ja, daar kunnen wij natuurlijk dan ook niks aan doen. Nee, ik moet met de ING gaan bellen. En wat moet ik tegen die mensen gaan zeggen om ze duidelijk te maken dat ze dit niet mogen doen en dat ze heel veel ellende veroorzaken? Heb je daarvoor een bepaald klachtennummer van mij? Dat weet ik niet, dus dat wil je de ING doen. Ik zou sowieso even gaan bellen. Gewoon het algemene nummer bellen van de ING. Dat is mijn advies wel inderdaad. Ik weet niet precies waar u dan moet zijn voor een klacht, maar dat kunnen ze u vast telefonisch uitleggen. Ja. En het probleem is je verder niet bekend. Ik ben de enige wiens pasjes kwijt opgeslukt worden door een ING-apparaat. Ik ben de grootste pechvogel van Gelderland. Meneer, u bent heel slecht te verstaan. Het is heel lastig om het gesprek op deze manier te voeren. Wat kunnen we eraan doen? Zal ik je opnieuw terugbellen? Ja, of kan ik u eventjes bellen? Is er misschien dan heeft u een ander telefoonnummer waarop u bereikbaar bent? Of? Je kan me dus op dit nummer bellen. Dat is mijn vaste nummer. En mijn mobiele nummer mag je ook... Ik kan het even gaan proberen, inderdaad. Ja, die heb je dus 026 en dan, ik weet niet helemaal uit mijn hoofd, maar 44 of zo. Ik zie hem staan. En wat is uw mobiele nummer? Dat is 0620. 972. Ja. 979-973. Ja. 0620. 979-973. Ja, ik probeer het even op het mobiele nummer. Dan kunnen we het hopelijk beter voeren, het gesprek. Heel graag, dankjewel. Tot zo. Goedemiddag, Rabobank. U spreekt met Samantha Raanhuis. Ja, goeiedag. Spreek ik Perry Winkel uit Arnhem. Sprak ik net ook met jou?
Of met een collega? Nee, u heeft niet met mij gesproken. Nee. U heeft nog een vraag voor de desbetreffende collega die u heeft gesproken? Nou, kijk, het punt is, ik moet boodschappen doen, want mijn dochter komt eten. En mijn pinpas is voor de tweede keer in 2 weken door een ING-apparaat opgeslokt, zonder dat ik een pincode kon invoeren. En dat is een beetje onhandig. Ja, dat begrijp ik, want dan zit u weer zonder bankpas. Ja, en vooral dat mijn dochter die heeft iedere dag honger. Dat is heel raar, hè? Dus daar moet wel eten voor komen. Ik begrijp het. En moet ik dan naar mijn tante Gerda gaan in Almere of zo? Nou, ik ga eerst even kijken wat er zojuist besproken is met mijn collega. Want u heeft niet met mij gesproken. Dus nee, ik dat moet klopt. Even en toen was de verbinding. En toen was de verbinding heel slecht en zou ze me een terugbellen. Weg, meneer. De verbinding is heel slecht. Ik kan u nauwelijks verstaan. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Is dat zo beter? Oké. Okay. Ja, ik hoor u goed, ja. Nou, goed, bij deze dus, ik heb al begrepen, er zijn wat mij betreft geen kosten aan verbonden. Het is alleen maar heel erg vervelend dat je dus geen boodschappen kan doen voor je dochter. En dat je dan maar moet gaan lenen bij een vriend. Maar dat heb ik nou begrepen. Ik wil eigenlijk zo snel mogelijk een nieuw pasje. En ik vroeg ook al aan je collega, kan je me er 2 sturen? Voor het geval dat de ING het weer gaat doen. Maar bij deze dan, zou je alsjeblieft zo snel mogelijk voor mij een nieuw pasje willen bezorgen. En dat mag hetzelfde pincode zijn, dat maakt me helemaal niet uit. En kan ik nu even de gegevens aan je doorgeven waar het om gaat? 29 augustus 1959. Pieter Franciscus Martinez. Ja, die probeert mij waarschijnlijk terug te bellen, maar ja, ik heb gewoon niks. Ja, het is een beetje urgent. Want, Nee, die ene was bij het postkantoor hier in Arnhem. Ik weet niet of je Arnhem kent. Maar bij het oude postkantoor in de hoek. En deze van vandaag was aan het begin van de Steenstraat. Ik ben even aan de telefoon. Ja, dat was precies hetzelfde verhaal. Het staat gewoon een normaal scherm. Je stopt je pas erin. En in plaats dat je een inlogscherm krijgt met je pincodeverzoek, dan staat er deze pinautomaat is buiten gebruik. Stop uw pas er niet in. Nee, dat hadden ze wel van tevoren mogen zeggen. Dat zeg je toch niet achteraf? Oh nee, inderdaad. Erg plezierig allemaal. Dus ik moet oppassen voortaan voor de ING-automaten. Of zo. Nee, maar dan komt het dus wel op neer. Want hoe durf ik het nou voortaan nog? Want de volgende keer ben ik echt een lul. Dat zal je maar een keer gebeuren op kerstavond. Het is echt dat is niet grappig. Dat is niet het grootste. Ik wil echt zo snel mogelijk een nieuwe pas. En dan ga ik nu bellen met de ING. Nee, maar het kan wel voor 5 vanavond, neem ik aan. Je kan het wel vandaag nog regelen. Nee, niet dat ik hem ontvang, maar dat je wel de order de deur uit doet. Alsjeblieft. Ja. Hartstikke fijn, hartstikke fijn. Dan ga ik nu de ING bellen en dan ga ik daar vragen wat er in hemelsnaam aan de hand is. En hoe ze dit zien. Want hoe kan dat nou? Nee, dat begrijp ik ook wel. Is goed, gaan we doen. Helemaal goed, helemaal goed. 6811 Hendrik Maria. Nou, reus. En dan spreek ik je over 2 weken weer, denk ik.
Maar als we elkaar over 3, over 2 weken weer. Dat gaat. Dit kan natuurlijk niet, hè? Ik bedoel, 3 keer is scheepsrecht. En dan wil ik toch minimaal een schadevergoeding. Of wat is dat voor stress die mij wordt opgelegd? Ik heb wel meer aan mijn kop. Ja. Dankjewel, dankjewel. Nou, dan gaan we nu hangen. En een fijne dag verder. Dag. Nou, dat was dus die. Dat hebben jullie niet kunnen horen wat ze allemaal zei, maar dat moet er maar even. Dan ga ik deze even zeven. Ja, dus tot de volgende. Dan gaan we het ING bellen. Zijn op dit moment in gesprek. Blijft u ja, dat kan ik me voorstellen met dat soort betaalautomaten. Iedereen is zijn pas kwijt. Ze lopen allemaal te bellen van, hey EUG, je hebt mijn pas. Oh, wat heerlijk is dit. Wat een leuke manier om je maandagmiddag door te brengen. Een ogenblik geduld alstublieft. Ja, maar natuurlijk. Zo spoedig mogelijk geholpen. Natuurlijk, joh, het maakt niet uit. Ik word zo snel mogelijk geholpen. We hebben uw pas toch al te pakken. Die gaan we verkopen op de plasticmarkt. Aan 25 cent per pas. Een ogenblik geduld alstublieft. Ja, natuurlijk. Wordt zo spoedig mogelijk geholpen. Geen probleem. Ik ben vrolijk. Nee, geen probleem. Wordt zo spoedig mogelijk geholpen. Ik kan ook persoonlijk langskomen hoor. Dan neem ik mijn vriend Hendrik Honkbalknuppel mee. Was een grapje natuurlijk. Hè. Ik wil geen ruzie met de ING, want die pakken je pas af voordat je het weet. Helemaal niks meer. En het contant geld gaat... Ogenblik geduld alstublieft. Oh, nog steeds? Oh, oké, joh, nee, geen probleem, geen probleem. Kijk, het contant geld willen ze af gaan schaffen. Nou, je merkt nu al waarom. Er wordt er gewoon een pas ingeslikt. Dan heb je gewoon de hele dag geen vreten. Oh jee. Een ogenblik geduld alstublieft. Nog steeds. Wordt zo spoedig mogelijk geholpen. Ja. Ja, dat kan wel even gaan duren. Ik hol even in en weer. Een ogenblik geduld alstublieft. U wordt zo spoedig mogelijk geholpen. Ja, dat gaat lekker, mensen. Dus als je je pas kwijt bent en je belt naar de alarmlijn, dan krijg je dit. Een ogenblik geduld alstublieft. Oh. Wordt zo spoedig mogelijk geholpen. Ah, dat is mooi. Dit informatienummer kost 33 euro per seconde. Plus uw gebruikelijke
afpersingskosten. Een ogenblik geduld alstublieft. U wordt zo spoedig mogelijk maar een geholpen. Beetje. Maar het schiet lekker op, hè, met die ING. Dat is echt... Ja, man, waarom ben ik geen klant bij de ING? Dit is een goede bank. Was voorheen de postbank. Dat was pas echt een goede bank. En de ING... Ogenblik geduld alstublieft. Ja, natuurlijk, je zit van mijn belastingcentrum daar een beetje te lullen. Maar de ING die heeft dus ontzettend verrekend. Die hebben allemaal geld geleend aan hun vriendjes. En die vriendjes konden dat niet terugbetalen. En toen zei de ING tegen de Nederlandse overheid... Hebben jullie dan misschien nog geld? Ja, je weet het niet. Ja, we vragen het maar, hoor. Een ogenblik geduld, alstublieft. Oh. U wordt zo spoedig mogelijk geholpen. Nee, ik geloof het direct. Ik geloof direct dat de ING is momenteel zichzelf ongelooflijk aan het haasten. Ze zitten allemaal heel efficiënt te werken. En er wordt gewoon, ja... Gewoon keihard gewerkt daar. Een ogenblik geduld, alstublieft. U wordt zo spoedig mogelijk geholpen. Oh, wat gezellig is dit. Een ogenblik geduld, alstublieft. Ja, u wordt zo spoedig mogelijk geholpen. Geholpen. Ik probeer hem onderwijl of een mobiele lijn. Kijken hoe het dan kwam. Goedemiddag, u spreekt met mevrouw Adema. Wat kan ik voor u doen? Oh, goedendag, u spreekt met Perry Winkelhoff uit Arnhem. Ik wil een vermissing opgeven. Ja. Ik wil een vermissing opgeven van mijn bankpas. Ja, want die is opgeslokt door een betaalautomaat van jullie organisatie. En het is de tweede keer in 2 weken. Dat is wel heel vervelend, ja. Dat lijkt me wel, want ik moet vandaag... Mijn dochter eet hier vanavond. Ik word geacht om... Ik ben heel slecht te verstaan. U valt af en toe weg. Mijn dochter eet hier vanavond. En ik word geacht boodschappen te doen. En hoe doe ik dat als die bankpas in een automaat van jullie organisatie zit? Kan ik die terugkrijgen? Ik wil hem graag... Helaas niet mee. Hè? U valt weer weg, sorry. Nou, ik wil mijn bankpas terug. Dat begrijp ik, maar ik heb dus niet... geen pincode ingevoerd. Ik stopte hem erin en toen veranderde het scherm in met een mededeling. Deze pinautomaat is buiten werking. Ja, nou, waarom stond dat van tevoren niet op het scherm? Helaas, ik zou veranderen. Nee, ja, maar het is wel vervelend, hè? Ik ben er niet bij geweest. Nee, maar het is wel de tweede keer in een maand. Ja. Ik hoor het aan u. Ik ben het ook helemaal met u eens dat het ontzettend... Dankjewel. En jij bent natuurlijk heel nieuwsgierig naar waar die pinautomaten staan. Of niet? Sorry, u valt steeds weg. De verbinding... Jij wilt toch weten waar die pinautomaten staan die mijn 2 bankpassen opgegeten hebben? Ik vind uw toon niet zo prettig, meneer. Nee, maar nee, maar nee. Niet even normaal. Nou, maar nee, maar wil je dat dan niet weten? Jij dit en jij dat. Nee, maar je wilt toch... Nou, maar u hoeft maar niet iets te heten, meneer. Oké, okay, u... Dan kunnen we gewoon vraag en antwoord doen, toch? Oké, okay. U wilt toch weten waar die pinautomaten staan, zodat u er wat aan kan doen? Ik kan er niet direct wat aan doen, meneer. Ik ga de melding zeker doorgeven, omdat u inderdaad al heel duidelijk aangeeft dat het al in een hele korte tijd weer is gebeurd. Dat snap ik. Dus daar kom ik zo op terug. Maar ik denk dat het eerst belangrijker is dat ik u help ook aan een nieuwe pas en dergelijke. Nou, dat heb ik al geregeld. Want die oude pas gaan we er niet uithalen. Nee, dat kijk, zo werkt dat helaas niet. Dat heb ik al geregeld. De pas is namelijk van de Rabobank. En die gaan mij nu voor de tweede keer in een maand een nieuwe pas sturen. Oh, maar dan bent u ook aan het verkeerde adres, meneer. Nou, zoiets hoort doorgegeven te worden bij... Ja, de maar hoe zit het dan de volgende keer dat ik ga pinnen bij een automaat van jullie organisatie? Uw organisatie. Die melding wilt u dus doorgeven. Nee, dat had ik niet uit uw gesprek kunnen halen, meneer. Dat is heel goed van u om dat inderdaad door te willen geven, zodat wij er wat aan kunnen doen. Ik zit even te denken wat ik daarin kan betekenen, inderdaad. Omdat u geen klant bent van ons, hè? U bent klant van Rabobank. Ja. Toch? Ja. Oké, duidelijk, meneer. Wat voor automaat is het geweest en waar?
Nou, dat was die ene auto. Automaat ING, dat snap ik. Ja. Waar, sorry. Oké, okay, nou, waar het vanmiddag gebeurd is, dat was aan het begin van de Steenstraat in Arnhem. Steenstraat in? Arnhem. Ja, en... de verbinding is super slecht, meneer. Dus we praten af en toe door elkaar heen, ben ik bang. Ja. Steenstraat in Arnhem, zegt u, hè? Ja, heb je goed verstaan. Oké. Okay. Ja. Ik ga zeker kijken of ik dat hier gewoon goed door kan geven. Want dit is al wel heel vaak in een korte tijd. Verder kan ik u daar nu niets over beloven, helaas. Ja, en die andere dan? Wil je die ook weten? Ja, die mag u ook opnoemen. Meneer, u valt steeds weg. Dus het is okay. Lastig om u te verstaan. Ja. Nou, ik ga even kijken, want het is dan het postkantoor. Mijn internet is een beetje traag. Heb je heel even geduld? Tuurlijk, geen probleem. Even kijken. Dan is het... Even kijken waar ik zit. De Jansplaats. En dat heet. Even kijken. Dat is dus niet die. Oké, okay. Die andere, dat is de Marienburgstraat. Marienburgstraat. Ook in Arnhem, meneer? Ja. Oké. Okay. Super, ik ga dat zeker weten doorgeven. Dat zou heel fijn zijn. En, nee, niet een procedure in vertellen hoe snel wij daar verder... Nee, precies. En tot die tijd is het gewoon een advies om niet te pinnen, voor mij dus, bij ING-automaten. Gewoon even mee oppassen. Ja, dit is lastig. Incidenteel gebeurt dit. En omdat u nu vertelt dat het in zo'n korte periode weer is gebeurd, is dat ontzettend vervelend. Dat snap ik. Maar goed, zoiets weten wij van tevoren natuurlijk ook niet. Een storing is een storing. Ja, dat is ontzettend wrang dat u dat twee keer mee moet maken. Ja, en het een advies zou zijn van als een pinautomaat een storing heeft, zet dat dan continu op het scherm. En doe niet een gewoon scherm, zodat iemand als ik, die gewoon op weg is naar de supermarkt, die Duitse past erin. Ja, dat kan ook de storing zijn, hè? Dat het dan pas als je bezig bent, dat er dan iets misgaat, ja. Dat is het wrang aan storingen, dat is niet iets wat je van tevoren altijd kunt tackelen. Precies. Alleen je ziet het niet vaak gebeuren dat iemand dat zo vaak meemaakt, dat zeg ik eerlijk, klopt. Oké, okay, en als het nou voor een derde... Dit is wel genoeg. Als het nou voor een derde keer gebeurt, dan neem ik aan, in een korte tijd, hè, dat er wel wat gaat gebeuren richting mij. Want het is natuurlijk niet aardig om... Ik kan er echt heel weinig uitspraak over doen. Nogmaals, ik probeer je uit te leggen, want een storing is een storing. Ja, daar staan wij ook niet achter. Ja. Dus ja, wat moet ik daar verder over zeggen, meneer? Nou ja, niet veel. Wat wilt u van ons dan hebben? Ik vind het gewoon heel vervelend dat ik geen boodschappen kan doen. Nee, ja. Dat bent u heel duidelijk in. Maar goed, ik ben heel met u daarover. Nou oké, okay, maar dan ga ik... Het is heel duidelijk dat je een storing niet kunt plannen. Of dat je dan in beeldscherm neer kunt zetten. Wacht even, want er is een storing. Ja, dat overkomt ons ook. En dat is het wrange. Hè? Dat probeer ik ook zeker goed aan u uit te leggen. Maar er zijn geen antwoorden op. Het is aan mij de taak om het door te geven. En vooral als het twee keer gebeurt bij een apparaat van ons. Dus dan nemen wij dat ook zeker dat serieus. En ik vind het heel goed dat u dan met ons contact opneemt. Maar verder kan ik er nu niks mee. Nee. Ja. En ook een termijn waarop dit probleem getackeld wordt. Dus morgen... Geen idee, meneer. Nee, maar precies als ik morgen... Als we in het internetbankier een storing hebben, dat mensen vragen wanneer is de storing opgelost. Ja. Het liefst nu meteen, want we zien hem liever verdwijnen dan dat hij er is. En kan ik dan ergens op het internet zien wanneer jullie deze twee apparaten gerepareerd hebben, zodat ze weer veilig zijn om te pinnen? Nee, sorry. Nee, ook niet. Het blijft een beetje een gokje. Nee. Nou, oké. Okay, ik wens u ontzettend veel succes. En tot de volgende keer. Oké. Okay. Dag. Dag, meneer. Dag. Nou, dat was de ING-bank.